Siebe van Olme, belofte bij Stageco Team. Siebe, wat hoop je te bereiken dit seizoen 2022? Ik hoop dit jaar toch wel eens eindelijk een keer mee te doen voor de overwinning. Allee, mee te doen. Gewoon één keer te kunnen winnen, toch? Dat is nog niet gelukt tot nu toe. Maar... En waarom niet? Ik heb 2 slechte jaren nu al gehad als belofte. Als eerste jaar was het heel goed. Misschien ook door corona dat nu 2 jaar wel wat minder is. Maar ik hoop toch mijn vorm terug te krijgen gelijk als eerstejaarsbelofte en dan zou dat er wel kunnen inzitten. En de reden dat dat nog niet gelukt is, denk ik, is omdat ik nog een paar procentjes tekort kwam. En waar moet dan aan gewerkt worden, Siebe? Want die paar procentjes en schuilen achter corona, dat is ook niet echt handig uiteraard, want iedereen heeft wel geen resultaten kunnen behalen via de corona. Dus waar scheelt het aan? Goh, iets slimmer zijn in de koers, denk ik. Ik ben nogal iemand die te direct inbeukt vanaf het begin. Of, meer geduld hebben? Meer op reserve rijden, denk ik. En de juiste ontsnapping kiezen in plaats van elke ontsnapping. En binnen het Stageco-team goede renners, denk ik. Het goede belofte-team. Kijk je uit naar bijvoorbeeld een Interclub of zo? Ja, toch wel. Ik denk dat we toch wel een goede ploeg hebben, een sterke ploeg hebben. Vorig jaar hebben we dat ook al bewezen, met een Interclub te kunnen winnen vorig jaar met Jarno. En ik denk dat dat zeker dit jaar opnieuw kan lukken. Als we jou moeten omschrijven als renner, ik vraag het aan de meeste renners, hoe omschrijf je jou zelf? Goh, ja, iemand die graag koers maakt, niet in het peloton blijft hangen en wacht op de sprint, maar echt wel zelf probeert koers te rijden. En... Je bent dus heel aanvallend ingesteld? Ja, dat wel. Kunnen jouw ploegmaats daarmee leven? Ik denk het wel, ik hoop het. Naar wie kijk je op? Ik denk de figuur in de ploeg is toch wel Brent Clay. Ik denk ook als een van de ouderen in de ploeg en dan degene die iedereen mee op pad neemt en de ploegtraining organiseert. En ja, degene die het meeste weet en voor zover ik weet ook de goede prestaties neerzet. Krijg je goede raad van Brent? Ik ben als eerstejaars veel met Brent mee geweest en hij geeft wel instructies waar het kan. Tevreden van het materiaal bij Stageco? Het kan niet beter. Okay, veel succes naar dit jaar en hopelijk terug jou op oude vormen. Dank u wel.